Zover. Nou ja, uiteindelijk is het best heel snel gegaan. Wij mogen door de winkelstraat van Albelo. Politiemannen daar, handhaving, goed luisteren. Wij mogen dus door de grote straat fietsen. We beginnen met zo min mogelijk regels. U kunt uw eigen weg zoeken. U als fietser bent de gast van de voetganger. En samen proberen wij dynamiek te geven aan Albelo. Dat is eindelijk weer, meneer is eindelijk komt er weer een keer een beetje leven in de stad. Het was zo rustig de hele tijd. En nu brengen we brengen nu weer de show in de stad. Dag, en ik fietste welgesteld om 7:50 over de markt. En toen zei iemand tegen mij, ho, 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 waar gaan wij naartoe? En toen zei ik ga naar mijn werk. En toen zei ze, dat kost u dan €65, want u mag hier niet fietsen. En er werd een markt opgezet, maar er was nog helemaal niemand op die markt. En toen dacht ik, nou, wat is dit voor raar? Dat was al de tweede keer dat ik een bon kreeg, want ik heb hem ook een keer hier gekregen. En toen dacht ik, het is een beetje ridicuul dat je 's ochtends vroeg om 7:50 wordt aangehouden, terwijl er eigenlijk nog niemand in de stad is. Dat was de aanleiding. Irene, wat vond jij van het initiatief, van het burgerinitiatief van het actiecomité? Het was een fantastisch initiatief, want dat sloot naadloos aan waarmee wij begonnen waren en jullie waren begonnen. En als je dan de krachten bundelt, dan kom je sneller vooruit en dat is vandaag bewezen. Oh,